Hij krabde vaak in zijn haar los en een piekere uur los. Bedacht toen een plan los. Olé! Ja, ik loop eerst naar Femke, want ja, jou hebben we vandaag nog niet gezien op het podium. Femke, hoe is dit? Oh, hier zit iemand die heel enthousiast is. Olé! Enthousiastos. Olé, enthousiastos, ja. Maar vertel eens, ja, hoe is dit tot stand gekomen? Zijn jullie echt formeel een club, een cabaretclubje? Ja, al een week, hè, of zo? Twee weken? Ja, zoiets, ja. Al twee weken, maar speciaal voor het wijktheater? Ja, eigenlijk wel. Want treed jij zelf wel vaker op? Ja. Wat doe jij zoal? Nou, ik zong een uurtje geleden nog op een bruiloft. Ja. En wat moeten we hetzelfde voorstellen? Nee. Is het iets heel anders? Ja. Wat dan voor iets? Kan je iets vertellen? Nee, ja, gewoon Norah Jones. Gewoon covers, ja. En kunnen we die ook nog ten gehoor? Nee, dat nou is genoeg. Oh, het is genoeg. Hè? Jammer, ik dacht misschien kunnen we die nog mooi meepikken. Nou, wat bijzonder, want Lisette, jij wist het dus ook afgelopen week dat dit ging gebeuren ineens. Ja. Nou, het was een vrij spontane actie. Ja. Hoe gaat het dan bij jullie? Nou, wij kennen elkaar van een ruilclub, de Ruilkring in Den Bosch. We handelen met elkaar, er zijn ook een paar mensen, we handelen met elkaar in Nixon, dat is dan ons geld. En dat kan alles zijn, die handel. En, het was een dienst of zo? Ja, en dit, ja, ik krijg van Femke 100 Nixon omdat ik meedoe met haar. En zij krijgt van mij 100 Nixon omdat ze hier komt optreden. Kiet, goede deal toch? Ja, en Kees, zit jij ook bij die ruilhandel? Een beetje. Oh, ook, echt waar? Jij doet ook mee? Ja. En wat kreeg jij voor vanavond? Dat weet ik nog niet. Dat is nog afwachten. Ja, en Rob, ben jij toevallig dan net hier gevraagd toen jij hier toevallig met de gitaar aankwam? Nee, gisteravond kreeg ik opeens een lief mailtje van, hey, meedoe jij? Dus deed ik mee. Ik ken dat hele liedje niet, maar ik kende die vrouw ook helemaal niet. Dus kom maar wat gedaan. Ja, nee. Ik ken ze ook van de Ruilkring. En dat is een hele leuke club trouwens. Daar kun je ruilen zonder geld. Ja, dat hebben we gehoord. Dus zo formeert zo'n groep zich in een week tijd en jullie treden nu voor het eerst in deze formatie op. Ja, dat zijn echte artiesten volgens mij die dat kunnen en die dat zo doen. Ja, heel mooi om te zien. Ja, het nadeel is, we hebben één bosse koek voor vier mensen. Ja, sommigen hebben geluk, die krijgen dus twee keer een stukje. Nou, Femke, ik geef hem aan jou. Jouw naam stond op een papiertje. Jij mag hem delen, alsjeblieft. Of ruilen. Kan ook nog. Ja, geef ze een applaus. Een applaus. Jullie mogen even blijven staan. Dit was ons laatste optreden. Maar een wijktheater
kan alleen als we artiesten hebben, als we publiek hebben. Ik wil onze artiesten heel graag nog een keer op het podium. Dus ik wil de Michael Jackson Club of de Scootmobiel Club op het podium. Nick wil ik op het podium. DX op het podium. Rob staat al op het podium. Ja, dit zijn onze artiesten van vanavond. Jullie krijgen nog... En ja, ik haal het even hier uit. Je mag ze uitdelen, Joël. Deel ze maar even uit. Allemaal een presentje mee. Publiek, dank jullie wel dat jullie er waren vanavond. Ik heb een leuke avond gehad. Ik hoop jullie ook. En tot de volgende keer. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Schrijf iets in het gastenboek als u naar huis gaat. Laat een boodschap achter. Daar zijn we heel blij mee. Of misschien bent u enthousiast geworden en wilt u gewoon vrijwilligerswerk doen. U bent van harte welkom. Geniet lekker van een drankje aan de bar. Ja, ik heb het niet.